naar aanleiding van de vorige keer of vorige keren kreeg ik een hele logische vraag. En die vraag kwam ook een beetje voort uit het fenomeen, hoor, dat wij voor de kerstvakantie in Groningen en in Noord-Holland niet helemaal synchroon gelopen hebben. Omdat daar een keer een paar dingen uitgevallen zijn. En de hele logische vraag die daar voorbij kwam. En eigenlijk in Noord-Holland al een beetje half om half gesteld is. Hoe zat dat nou eigenlijk in vredesnaam? Hè? Als je naar de tijd van Shakespeare gaat kijken en je hebt het over regisseurs. Hè? Wat is nou de rol van een regisseur als je naar de wereld van het theater in die tijd kijkt? Nou, heel simpel gezegd. Nou, althans simpel gezegd. We weten dat natuurlijk niet echt exact. Want we hebben daar gewoon geen verslagen van. Maar hè, we kunnen wel twee andere dingen zeggen. Het eerste is heel simpel gezegd dat als je gaat kijken naar de grote doorloop van stukken. Dus als je gaat kijken hoe lang stukken over het algemeen op de planken staan. Hoe snel ze over het algemeen opgevoerd worden. Nadat ze zeg maar geschreven zijn of vervaardigd zijn. Dan kun je een beetje op je vingers natellen dat er voor repetities sowieso niet heel veel tijd overblijft. En wij gaan er sowieso van uit, hoor. Dat is ook een beetje een standaard idee. Hè, is dat je dat regisseurs tot aan het midden van de 19e eeuw in basis in de wereld van het theater een hele kleine rol spelen. Pas zo rond 1850, dat begint straks met de Duitsland en een paar andere mensen, dan zie je op een gegeven moment dat er heel duidelijk straks een regisseur is. En die regisseur die zegt dan tegen de verschillende spelers van hoe ze moeten spelen, hoe dat ze zijn rol moeten gaan invullen. Maar iedereen voelt hem al wel aankomen. Hè? Als jij in de zomer overdag je rol aan het spelen bent en je moet de volgende week alweer een nieuw stuk gaan opvoeren. Ja, dan is het een kwestie van wat doe je dan? Je kent alleen je eigen tekst. Je weet wanneer dat je op en af moet gaan. Er wordt even onderling afgesproken van wie waar op het toneel moet staan en wanneer waar je af moet lopen en waar je weer op moet komen en hoe dat je positie is ten opzichte van de rest. En veel verder zal dat niet gaan. Hè, wat ik doe altijd net alsof ik een hele uitgebreide, heftige ervaring hebben op het toneelgebied. Maar goed, ik heb natuurlijk wel in een relatief serieuze toneelamateurgezelschap gezeten. Maar daar kon je bij wijze van spreken soms voor één scène echt een hele avond repeteren. Hè? En dan is het van, ja, dit is toch een beetje een sleutelscène voor het hele stuk. En dan zo proberen. En dan uiteindelijk zegt de regisseur, het moet al zo. En dan ben je daar de hele avond mee bezig. En uiteindelijk heeft hij het dan ongeveer zitten zoals het zit. En dan dat zei onze regisseur altijd van, nou nog eens een keer om het in te slijpen. En dan nog een keer om het in te slijpen. En dat, maar daar heb je natuurlijk in dit soort omstandigheden gewoon de tijd niet voor. Hè, over het algemeen moet je gewoon voorstellen dat mensen natuurlijk heel vaak ook hun, laten we zeggen, hun rol hadden. Hè, dat betekent van je speelde altijd zeg maar de jonge dame, je speelde altijd de oude man, je speelde altijd. En daar had je dus, ik zou maar zeggen, een hele trucendoos vervolgens voor. En dan is het natuurlijk ook des te knapper als je een acteur hebt die van een rol iets fantastisch weet te maken. Hè, en dat je dan die gelaagdheid daarbij krijgt. Kijk, als iemand als een Pierre Bokma, ik noem maar even iets, een hele grote acteur. Hè, als die natuurlijk op een gegeven moment zijn rol in gaat vullen, dan doet hij dat samen met een regisseur. Maar dat is natuurlijk de oefener heeft heel veel tijd om naar die rol te kijken, wat anderen daarmee gedaan hebben. Dat was destijds is natuurlijk niet zo. Je ziet die rol, je ziet misschien die verschillende lagen erin en speelt het dus vervolgens. Maar goed, dat is het. Wederom, nog zo'n voorbeeld, hè, maar volgens mij is dat bij Oost-Groningen ook nog nauwelijks voorbij komen zitten. Hè. Als de allereerste keer in Nederland het Poppenhuis opgevoerd wordt van Hendrik Ibsen, en dat was iets unieks in de Nederlandse theatergeschiedenis, want daar was dus uitzonderlijk lang voor gerepeteerd. Met toneelspelers die uit verschillende groepen afkomstig waren. Die moesten dan vervolgens repeteren 's nachts. Omdat ze 's avonds natuurlijk gewoon nog vaak in de stad Schouwburg of op andere plaatsen hun eigen rol hadden en hun eigen verplichtingen hadden. Het stuk is uiteindelijk maar een paar keer opgevoerd. Maar de manier zoals ze dat speelden vervolgens en de impact die hun manier van werken gehad heeft, ja, heeft daarna het hele Nederlandse theatergezelschap, je zou kunnen zeggen, voor altijd veranderd.
Goed, intussen hebben wij weer een voorzichtige, wonderbaarlijke vermenigvuldiging gekregen. Voor ik los ga barsten. Ja, ik vind het altijd leuk. Je bent aan het praten. En dan ineens plop, 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 plop. Komen er nog wat namen tevoorschijn. Wat ga ik vandaag met jullie doen? Ik ga vandaag met jullie in eerste instantie met jullie door de Engelse schilderkunst lopen. Dat wil zeggen de schilderkunst in Engeland, tussen aanhalingstekens, tussen ongeveer 1600 en 1650. Dat betekent dat ik alleen een aantal grote namen ga nemen, dat ik wat voorbeelden ga nemen. Daar zal ik ook een stukje af en toe wat theaterontwikkelingen en politieke ontwikkelingen in mee gaan nemen. Totdat we dus in de 19e eeuw zitten, zo ongeveer rond 1850. En daar, vanaf dat punt, zullen wij ook met name volgende week verder gaan. Maar in het tweede deel zullen we ook aansluiten een beetje op die wereld van het theater. Want Shakespeare, nou dat zal niemand verbazen, is natuurlijk voor de Engelsen ook een hele grote inspiratiebron geweest voor de wereld van de schilderkunst. Met name in Engeland. Denk voor jezelf maar eventjes na. Hè, van als je namelijk bij wijze van spreken, hoe zal ik het zeggen, ware Engelse schilderkunst wilt maken met ware Engelse historiestukken over ware Engelse verhalen. Ja, dan ga je bijvoorbeeld niet meer kijken naar de Bijbel, of dan ga je niet meer kijken naar de klassieke of mythologische oudheid. Maar dan kijk je dus vervolgens bijvoorbeeld naar de stukken van Shakespeare. En dan zie je dat als inspiratiebron voor je schilderijen. Vorige week hebben we onder meer ook even gekeken naar, wat uitgebreider gekeken naar A Midsummer Night's Dream. Dat sprookjes toneelstuk, mag je hem rustig zeggen. En dat sprookjes toneelstuk en Midsummer Night's Dream, en ik zal er straks op terugkomen hoor, een paar meer stukken van Shakespeare, zijn ook onder meer de inspiratie geworden voor wat we, ja, in het Engels noemen ze dat fairy paintings eigenlijk. In de 19e eeuw wordt het in Engeland met name ook heel erg mode om het onderdeel van elfjes, et cetera, als onderdeel van je schilderijen te maken. En daar komt straks weer een heel unieke schilder in naar voren zetten, die een aantal hele unieke schilderijen gemaakt heeft. Zijn naam is Dad in dit geval. Zijn bijnaam later zou zijn Mad Dad. Dus gekke Dad, niet kwaaie Dad in dit geval. Maar dat hij mad was, dat zal ook echt wel blijken straks in het hele verhaal. Dus daar zullen we ook met name naar de pauze naar gaan kijken. Daar komen we niet klaar mee. Maar goed, dat volgende keer maken we dat af. Dan blijven we nog eventjes bij de elfjes zweven. En als we dan de laatste elfje hebben geland, dan zitten we weer midden in de wereld van de pre-Raphaëlieten, mocht het jullie nog wat zeggen. En dan komen we via de pre-Raphaëlieten straks in die tweede generatie uit. En dan trek je weer een doos van Pandora open, want dan komt straks de schoonheidsbeweging, dan komt straks de arts and crafts, dan komt straks het decadentisme, dan komt van alles en nog wat de Victoriaanse moraal voorbij zetten. Dus dat is een beetje in het wilde weg het plan. Oké, nou goed, waar wil ik met jullie over hebben? In eerste instantie loop ik even met jullie door de wereld van de schilderkunst. Ik heb hier staan Engelse schilderkunst tussen aanhalingstekens. En dat doe ik eventjes heel wel bewust, omdat het eigenlijk meer de schilderkunst is qua ontwikkeling in Engeland, dan dat het hen, als je het hebt over Engelse schilderkunst. Want bij Engelse schilderkunst denk je namelijk heel vaak aan Engelse schilders. En dat hoeft natuurlijk niet altijd. Het kan natuurlijk ook schilderkunst in Engeland zijn. En zeker voor Engeland speelt dat natuurlijk een hele grote rol. Zeker als je tot ongeveer 1700 gaat kijken. Omdat namelijk als je grote namen in de schilderkunst in Engeland tegenkomt, dat bijna standaard altijd buitenlanders zijn. We hebben dat vorige week ook al wel gezien, of over twee weken geleden intussen gezien. En dat Hans Holbein, en de grote, laten we maar zeggen, Duitsstalige schilder is, die van het continent komt en werkt onder Hendrik de VIII. We zijn Gerardus de Jongere tegengekomen als een van de grote schilders onder Elisabeth II. En die traditie zie je dus met name in Engeland ook voortgezet. En je ziet daar
En daar hebben we hem dus, zo'n mooi voorbeeld. Ik ga jullie toch even iets kleiner maken. Zo. En een mooie voorbeeld in dit geval. Hè, dat de grote schilder die ten tijde van Jacobus de Eerste, maar met name straks ten tijde van Karel de Eerste actief geweest is in Engeland. Ja, je ziet het alweer, dat is geen Engelsman. Maar dat is in principe dus een lage lander geweest. Ik noem hem even met opzet een lage lander. De fameuze Anthony van Dijk, gestorven in 1641. Hij komt tussen aanhalingstekens uit het atelier van Rubens. Als je een beetje de schildertraditie in de Gouden Eeuw, laat ik het zomaar eventjes noemen, van de Lage Landen gaat bekijken. Dan hebben wij in Nederland natuurlijk Rembrandt. Je zou kunnen zeggen, in het zuidelijke Nederlanden heb je dan de grote tegenhanger. Dat is natuurlijk de grote Rubens. Rubens produceert in zijn atelier leerlingen. De grootste leerling ongetwijfeld van Rubens is Anthony van Dijk geweest. Anthony van Dijk, dat zullen we straks zien, die komt natuurlijk in Engeland terecht en zal daar een zeer gevierd schilder gaan worden. En Anthony van Dijk zal straks weer in de lijn opgevolgd worden door meneer Jordaens. Maar daar zie je dus ook weer het verschil. En Jordaens is echt een Vlaamse schilder. Is een man die het land eigenlijk niet of nauwelijks uit geweest is. Terwijl Rubens en van Dijk, ik zou zeggen, bijna half Europa hebben afgereisd. Maar hun stijl van schilderen lijkt natuurlijk wel enigszins op elkaar. En deze Anthony van Dijk, of Antoon van Dijk, zoals hij natuurlijk ook wel genoemd wordt, die komt uiteindelijk terecht aan het hof van deze meneer, Karel de Eerste van Engeland. De man die toch ook een beetje dacht dat hij tussen aanhalingstekens als een soort van absoluut vorst zou kunnen gaan regeren. En de grootste en de mooiste en de beroemdste portretten, waar dit er dus ook eentje van is, mooi groot formaat, 266 bij 2 meter 7, is dus ook van Anthony van Dijk. Afkomstig. Hangt tegenwoordig in het Louvre van Parijs. Moet wel eventjes waarschuwen hoor. Ja, het is een heel ander verhaal in dit geval. Maar als je vaak die portretten van Karel de Eerste ziet, dan wil het wel eens gebeuren dat daar paarden in voorbij komen zetten. Ja, het is maar een voetnoot hoor. Waarvan je dan denkt van Anthony van Dijk weet niet hoe dat je paarden moet schilderen. Dit lijkt echt helemaal nergens op. Maar dit is de wereld van, laten we zeggen, ook de geschiedenis van de dieren en de dierenrassen in dit geval. En ten tijde van Karel de Eerste had je ook nog andere paardenrassen als wij vandaag de dag hebben. En die er echt een beetje anders uitzien. Zoals wij vaak denken dat paarden eruit zouden moeten zien, tussen aanhalingstekens. Goed, maar hij is de grote schilder. En zal in 1632 naar Engeland vertrekken. En wordt dus ook uiteindelijk in de adelstand verheven. Het is ook later Sir Anthony van Dijk. En ze hebben hem natuurlijk ook nog steeds hoog zitten. Kijk, dat die lage landers een hele grote rol spelen in Engeland, kun je ook wel heel mooi zien. Als je weer naar dat fameuze Banqueting House gaat kijken in Londen. Een architectonisch project van Inigo Jones. Daar heb je op het plafond, of aan het plafond, een mooie cyclus van schilderwerken zitten. Nou, de schilderwerken waren weer afkomstig van de leermeester van Anthony van Dijk, oftewel van meneer Rubens. Nou goed, ik laat je er even aan ruiken. Nog zo'n meestelijk groot portret van, zoals Karel de Eerste zichzelf graag zag, tussen aanhalingstekens. Een man waar je tegenop moet kijken, met meneer Saint-Antoine naast hem op dat paard. Misschien zul je hier ook wel zeggen dat dat hoofd wat klein is in verhouding met de rest van het paard. Dus kijk uit als je hier naar kijkt. Maar deze Karel de Eerste, daar zal het straks slecht mee aflopen. Dat zullen jullie nog wel meegaan maken. Deze man zal uiteindelijk letterlijk zijn hoofd gaan verliezen in de confrontatie die hij gaat krijgen met de andere hoge edelen en met het Engelse parlement. Nog zo'n mooi beroemd schilderij van hem. Karel de Eerste in drie posities. Goed, ook dit, mocht je ooit dit soort schilderijen tegenkomen uit de barok, wederom even een uitleg erbij. En dit is niet een kwestie van dat, laat ik maar zeggen, Anthony van Dijk niet wist van welke kant dat hij hem moest schilderen. Dit is ook niet het verhaal dat Karel de Eerste zo ijdel was dat hij van drie kanten weergegeven wilde gaan worden. Maar dit is een typisch iets wat je in
dit tijdvak tegenkomt, zo rond 1635. En de wereld van de beeldhouwkunst, de barokke beeldhouwkunst, heeft een hele grote vlucht genomen. En dat geldt eigenlijk ook natuurlijk voor de grootmeester die we dan in architectuur en beeldhouwkunst in Italië rond hebben lopen. En dat is de grote beeldhouwer Bernini. En Bernini is onder meer beroemd vanwege zijn fantastische bustes die hij weet te maken. Nou, iedereen voelt hem al wel aankomen. Karel de Eerste had dus het plan om een buste van zichzelf te laten maken. Maar ja, Karel de Eerste had natuurlijk geen zin om naar Rome af te reizen en daar zeg maar een buste om daar te gaan poseren voor de grote Bernini. En Bernini peinsde natuurlijk niet over om speciaal voor een buste naar Londen over te komen. Ja, en dan krijg je een soort van een tussenoplossing. Vandaag de dag zouden wij foto's sturen van alle kanten en proberen daar maar iets mee te maken. Maar Karel de Eerste heeft hier dus gewoon zijn allerbeste schilder gevraagd om hem van verschillende kanten te portretteren. Nou, die schilder was natuurlijk Antony van Dijk. En dit schilderij werd vervolgens dus naar Rome gestuurd. En op basis daarvan heeft Bernini vervolgens een buste van hem gemaakt. Ik ben nog even weer op zoek gegaan, want ik wist dat hij er niet meer was. Dit is hem nou een beetje geworden, hoorde met name volgens mij de rechter. Wat je daar ziet, er zijn meerdere van. Het probleem met de buste van Karel de Eerste, heel simpel gezegd, is dat hij staat er niet. Hij is er niet meer. Deze is in een latere periode, met de ruzies met het koningshuis, van uiteindelijk verloren gegaan. Belangrijker en boeiender is in dit geval, is dat Karel de Eerste zelf niet ging. En iemand werd dus als soort van een ambassadeur op pad gestuurd met dat schilderij van Antony van Dijk. Om daar dus erop toe te zien dat die buste gemaakt werd. De beste man heeft vervolgens gedacht van pik in, het is winter. Dus die heeft vervolgens Bernini de opdracht laten uitvoeren voor een bustebeeld van Karel de Eerste. Maar heeft toen ook direct bij Bernini eventjes geregeld dat zijn eigen bustebeeld gemaakt werd. En dan zie je dus ook het typisch voor de wereld, voor de kunst. En dat geldt bijna altijd, of je nou met schilderkunst of met beeldhouwkunst te maken hebt. Hem afbeeldingen maken. Naar het vlees, laat ik het zo eventjes zeggen. En naar de echte waarneming levert altijd betere dingen op dan op basis van foto's of schilderijen of noem maar op. En iedereen was er ook altijd direct van overtuigd dat het bustebeeld wat deze meneer van zichzelf had laten maken mooier was als die van Karel de Eerste. Maar goed, Bernini had natuurlijk ook het materiaal voor handen. Nou ben je natuurlijk nieuwsgierig van hoe zag dat ding er dan uit? Nou, die zag er dus vervolgens zo uit. Nou, ik moet eventjes in dit geval de hand weghalen. Die zitten deels voor de buste met die mooie kantkraag erin. En, sommige mensen zeggen dat dit gewoon een van de mooie topstukken is van hoe dat Bernini zeg maar bustebeelden maakte in zijn tijd. Maar goed, grootmeester in de wereld van Antony van Dijk is dus de grote man, wordt geridderd, et cetera. Nou, dan gaat het mis in Engeland. Dus ik loop met jullie vrij snel door de geschiedenis heen. En zo Hotain als Karel de Eerste op zijn paard zat ten opzichte van de rest van de Engelsen. Nou, dat heeft uiteindelijk geleid tot een opstand, tot oorlog. En straks zelfs tot een periode van een republiek. En de uitkomst is geweest dat Karel de Eerste letterlijk zijn hoofd verloren is. Ik moet ook maar even teruggaan naar de vorige. Ik probeer. Nou, ik heb even ruzie met. Raak niet in paniek, doe ik het ook niet. Zo, ik zet hem even naar beneden. Zo. Want Karel de Eerste is uiteindelijk, het zijn niet alleen de Fransen die de koning hun hoofd afhakken. Dat kom je dus ook in Engeland tegen. In 1649 wordt Karel de Eerste uiteindelijk hen opgesloten en wordt hem het hoofd afgehakt. Ik had in de eerste twee groepen nog even de grote vraag van, dat wist ik namelijk niets meer over van waar dat nou exact gebeurd was. Omdat je op de afbeeldingen steeds het buiten ziet. Terwijl ik dus mij ergens kon herinneren met een verhaal van in het Banqueting House, dus voor of naast. Was het nou in een gebouw gebeurd of was het er buiten gebeurd? Nou, wat ik dus nu begrepen heb, is dat er dus inderdaad op een schavot voor het Banqueting House in Londen, het Banqueting House staat vlakbij het
hoogste parlementsgebouw vandaag de dag. Het bestaat een beetje uit een neoclassiek iets. Maar om hem dus, de koning, naar het schavot te kunnen brengen, hadden ze dus een raam uit het Banqueting House gehaald en een stuk muur eruit gehaald, zodat hij dus niet langs het publiek hoefde, maar dat hij dus op die manier op het schavot terecht kon komen. Nou, wat levert dat op? Dat leven, maar dat was natuurlijk al eerder begonnen, want dit is het eindpunt geweest van een soort van een burgeroorlog. Dat heeft ook onder meer opgeleverd hen dat we in Engeland, laat ik maar zeggen, de Puritijnen een periode aan de macht hebben gehad. Ik zou zeggen de Ayatollahs, hè, als je niet begrijpt wat daarmee bedoeld wordt. Dit waren de, laat ik maar zeggen, religieuze scherpslijpers die proberen aan alle kanten natuurlijk de vrolijke dingen uit het leven te halen met zondebesef en boete en noem maar op. En wat er dus nog van de grootsheid van het Engelse theater over was zo rond 1640. Dat krijgt dan in 1642 in ieder geval in eerste in Londen de genadeklappen dat alle theaters daar dicht gaan en er geen uitvoering meer plaats mogen vinden. En in de jaren daarop, als Karel de Eerste het veld geruimd heeft, zie je dat dat eigenlijk in basis in heel Engeland niet meer mag. Nou, jullie zien al wel wat de straffen hierop staan. Doet een beetje aan Iran denken, vind ik altijd. De Ayatollah-regime, zweepslagen voor acteurs, gevangenisstraf. Noem maar op. Wat je natuurlijk wel moet bedenken. Hè, dit is, we zitten natuurlijk in een Engeland van 1850. De regering en de grote man straks van die regering, dat zal de beroemde Oliver Cromwell worden. Die als de Lord Protector, zoals het dan heet, van over Engeland zal gaan besturen. Maar we hebben natuurlijk niet een fijnmazig controlenetwerk zoals we dat vandaag de dag zouden hebben. Dus in al die mooie landhuizen ver weg van Londen, daar zat af en toe achter de gordijnen en tussen de schuifdeuren, en dat weten we ook hoor, regelmatig nog dingen gebeurd zijn als het houden van bals en toneelstukken en kleine opera-opvoeringen. Maar officieel mocht het dus niet meer. Goed, donkere periode voor Engeland. Het is me net eventjes hoe dat je daarnaar kijkt. En dan overlijdt Cromwell. Cromwell is overigens gewoon een keurige natuurlijke dood gestorven. Mocht je willen weten waar de man gebleven is. Zou uiteindelijk opgevolgd worden door zijn zoon. Nou, dat ging heel snel mis. En toen zag je dus vervolgens dat al vrij snel we een restauratie van het koningshuis krijgen. En toen is dit kekmannetje uiteindelijk op de troon terechtgekomen. Karel II... wederom een ingewikkeld toestand straks met de wereld van de Engelsen, omdat de man half katholiek was. Maar ga daar verder niet wakker van liggen. Maar wat je wel heel duidelijk ziet, hè, bij deze man, is dat hij een uitstraling heeft als ware hij een Lodewijk de XIV. Dus ook hij had natuurlijk wel graag het idee gewild dat hij als een absoluut vorst over Engeland kon regeren. Goed, maar zo werkte dat natuurlijk intussen niet meer in Engeland. En tel bij 1660 maar eventjes 28 jaar op. Dan heb je de Glorious Revolution met William en Mary. En dan is het eigenlijk definitief einde, hè, voor de allergrote macht van het Engelse koningshuis. En ze kunnen zich nu alleen nog maar druk maken over de kleur van kleinkinderen of weet ik veel nog wat dat. En daar maakt Engeland, heel Engeland zich vervolgens natuurlijk weer druk over. Even saillant detail, als deze man Karel II op de troon komt, ja, dan moet er natuurlijk nog wel even wraak genomen worden voor het feit dat Karel I het hoofd afgehakt is. Het is altijd zo'n saillant detail in de geschiedenis. Maar wat heeft men dus vervolgens gedaan? Men heeft een nieuw proces ingevoerd tegen Oliver Cromwell. Men heeft zijn lichaam vervolgens opgespit. Men heeft het aan haken opgehangen. Men heeft het hoofd vervolgens afgehakt. En weet ik veel wat men er allemaal meer mee gedaan heeft. Dus men heeft hem postuum nog eventjes veroordeeld en terecht gesteld. Dat kom je heel zelden in de geschiedenis nog wel eens een keer tegen. Hij zal er weinig meer van gevoeld hebben, vermoed ik hoor. Maar goed, je weet het nooit zeker, denk ik dan maar weer. Maar we komen nu ook in een ander fenomeen. Hè? We zitten nu in de wereld van koningen. Nou, niets bijzonders met koningen. Koningen, zeg ik altijd, die plassen buiten het potje zo ongeveer. Die hebben van alles en nog wat in hun bed liggen. Nou, en daar zien we ook in Engeland nu straks een nieuw fenomeen opduiken. En die wordt door deze meneer ook onder meer vastgelegd. Ik pak hem even. Ik ben even met de hand probeer ik weer te verschuiven. Van Hans zit namelijk. Nou, ik laat hem ook gewoon staan. Hans, je zit mee op best. Goed, deze meneer, Sir Peter Lely, is de grote schilder straks onder
Karel de Eerste. Eigenlijk was hij al iets eerder in Engeland aangekomen en had daar natuurlijk ook al wel geschilderd. Wederom zie je dus dat er een lage lander, wat zeg ik, een echte Nederlander uiteindelijk in Engeland, de grote schilder, is geboren in Zeust-Westfalen. Dan zou je zeggen van ja, Zeust is Duitsland vandaag de dag, Westfalen is Duitsland. Maar hij had Nederlandse ouders die volgens mij ook inderdaad uit Haarlem kwamen. Kreeg vervolgens zijn opleiding in Haarlem en is vervolgens naar Engeland vertrokken en heeft ze daar ook weer tot Sir geschopt. Dus jullie zien het ook al wel. En zal tijdens zijn leven, tot ongeveer 1680, de grote schilder van Engeland uiteindelijk zijn. Maar Pieter Lely, even heel duidelijk, is niet, laten we zeggen, een Anthony van Dijk. En waar zit hem dat onder meer in? Dat wil niet zeggen hoor dat hij technisch gezien bijvoorbeeld niet goed kan schilderen. Absoluut niet. Alleen waar Pieter Lely last van heeft, zoals veel van zijn andere schilders eigenlijk ook in dit tijdvak, is dat hij te veel zijn oren laat hangen naar de smaak van de tijd. En wat bedoel ik daar nou eigenlijk mee? Nou, je hebt een bepaald idee van een schoonheidsideaal. Ik heb dat tegenwoordig ook als ik soms van die fotomodellen en zo voorbij zie komen. Dan heb ik het idee dat ze allemaal hun neus onder handen hebben gehad. En dit is eraan gebeurd. En dat is eraan gebeurd. Van iedereen wil aan het schoonheidsideaal voldoen. Nou, ten tijde van Pieter Lely ging dat natuurlijk niet. Je had wel een schoonheidsideaal, maar je kon jezelf qua uiterlijk natuurlijk niet laten veranderen. Maar dat kon je natuurlijk wel doen als je geschilderd werd. En dat zie je met name dus bij de vrouwen weer terugkeren. Een van de typische schoonheidsidealen van, en wat ik ook altijd genoemd heb, bij de Engelse dames in deze tijd, zijn dat van die prachtige amandelvormige ogen. En als je hier naar deze beide dames ook kijkt, kun je dat heel mooi weer terugvinden. En dan zie je ook dat al die dames uiteindelijk met op elkaar gaan lijken qua ogen. Vergelijk het maar eventjes hoor. Ik heb even een ander schilderij van Anthony van Dijk daarnaast gezet. Kijk, als je naar Anthony van Dijk's schilderij gaat kijken van deze twee dames. En die hebben echt, laat ik maar zeggen, allebei hun eigen ogen. Met een heel ander eigen oogopslag. En dat amandelvormige idee, wat je hierin tegenkomt. Jullie zien straks nog wel meer voorbeelden daarvan hoor. Maar let maar eens even op. Al die dames die Pieter Lely schildert, die hebben allemaal van dit soort, ja, nou, ik noem het even spleetoogjes. Daar bedoel ik niks. Amandelvormige ogen. Bedoel ik eigenlijk helemaal niks negatiefs mee. En het heeft natuurlijk alles te maken met het schoonheidsideaal. En we hebben intussen een ander fenomeen. En dat is namelijk dit. We hadden al geconstateerd dat ten tijde van Shakespeare er geen vrouwen op het toneel op mochten treden. Nou, uiteindelijk is dat in 1629, zie je in Engeland voor het eerst een vrouw op het toneel komen. Daarna zie je dat vaker het geval is en wordt het eigenlijk min of meer gebruikelijk. En als we dan in de tweede eeuw zeg maar een herstel gaan krijgen van het theater, dan krijg je natuurlijk ook een terugkeer van vrouwen op het podium. En hier gaan wij weer. Iedereen voelt hem al wel aankomen. Ja, hoe kom je op het podium terecht? Nou, dat kun je op twee manieren doen. Doordat je talent hebt of je kunt er terechtkomen omdat je er leuk uitziet en mensen je graag zien. En er is niks nieuws onder de zon wat dat betreft. En als je dan dus op het toneel gespot wordt door zijn majesteit, dan beland je dus vervolgens van het toneel in het bed. Nou, een mooi voorbeeld daarvan is deze dame. Dus vandaar dat ik ook heb genomen dat Pieter Lely haar ook meerdere malen heeft geschilderd. Ze heet Nell Gwyn, in dit geval geboren in 1650, gestorven in 1687. Ze is niet zo heel oud geworden, 37. Maar ze heeft Karel II wel overleefd, moet ik eerlijk bekennen. Nou goed, dit is haar in een schilderij van Pieter Lely. We zullen haar straks nog wel weer opnieuw tegen gaan komen. Kijk even weer naar die oogjes, hè? Dan kun je heel duidelijk zien die amandelvormige ogen die ze hier weer heeft. Typisch Pieter Lely kenmerk. We zullen straks wel vaker gaan zien. Hoor, waar kwam zij vandaan? Nou even, ik ga niet weer de doopsel met u dichten. Maar zij begon haar carrière tussen aanhalingstekens met het verkoop van
sinaasappels in het theater. En ik denk dat u het begrip sinaasappel ook deels als eufemisme moet gebruiken. Waarschijnlijk verkocht ze wel meer als sinaasappels, maar ga er zelf maar even bij stilstaan van wat dat allemaal kan gaan betekenen. Zodoende kwam ze uiteindelijk op het toneel terecht. Bedenk je wel, hè, nu hebben we het weer over de wereld van het toneel in de 17e eeuw. Nell Gwyn kon lezen of schrijven. Dus ze kon hooguit met een paar letters haar handtekening zetten. Maar lezen of schrijven kon ze niet. Maar kwam uiteindelijk toch op het toneel terecht. Kreeg rolletjes. Werd daar natuurlijk door iemand uit het publiek gespot. Werd daar vervolgens de minnaar van. Nou, de volgende stap is dan. Dan klim je langzaam zeker van het ene bed omhoog naar het andere. En uiteindelijk werd zij dus de favoriete minnares van koning Karel II van Engeland. En daar is ze natuurlijk ook later bekend om geworden. Ze was overigens niet de enige, hoor, moet ik eerlijk bekennen. Er liep er straks nog eentje rond en nog een derde. Dat zal ik jullie ook laten zien. Maar het is altijd wel heel grappig om te zien hoe dat zij namelijk door verschillende mensen soms uitgebeeld wordt. En ook hoe een verschil van schilderstijl tussen de een en de ander is. Want dan vraag je soms af van hoe heeft ze er eigenlijk echt uitgezien. Het mooiste is misschien dat wel om eventjes te laten zien als je naar deze dame gaat kijken. Dit is Louise de Kedouaal, hertogin van Portsmouth is haar naam. Die titel heeft ze natuurlijk gekregen. Hè? Ik bedoel dit was wel iemand van, laat ik maar zeggen, volgens mij deels adellijke afkomst. Maar deze Louise van Kedouaal komt oorspronkelijk uit Frankrijk. Dus ook zij werd op een gegeven moment de maîtresse van de geliefde van Karel II. En zij was dus de grote concurrent van Nell Gwyn, tussen aanhalingstekens. Links zien jullie hoe dat Louise geschilderd is door Peter Lely. Rechts zie je hoe dat Louise geschilderd is door de grote Franse schilder Meillard. En kijk maar, hè, dan toch, ja, bij Lely zie je elke keer weer die leuke oogjes voorbij komen zetten, zou ik haast zeggen. Het is altijd wel grappig, hoor, deze dame. Ik ken verder haar hele geschiedenis niet. Maar deze was dames helemaal niet zozeer populair bij de Engelsen. He, anders als dat met Nell Gwyn het geval is. Wederom hier nog een keer weer vier portretten van dezelfde dame. Dus wederom van deze Louise de Cordoval. Die jullie hebben ook. Oh, dan moet ik even terug. Ik probeer elke keer. Ja, ik heb handen in een hoekje zitten heen en weer te schuiven. Ik hopelijk word je niet misselijk, Han, van het heen en weer schuiven wat ik doe. Nou, hier zie je, dit is heel grappig, hè? Van hier zie je namelijk vier portretten van dezelfde dame terugkeren. En dan zou ik zeggen, wilde echt even opstaan in dit geval. Van wat zal het meest geleken hebben? Nou ja, ik weet het eigenlijk niet goed. Laten we dit links als jeugdportret eventjes weglaten, denk ik dan maar weer. Maar goed, zeg het dan maar eventjes hoe dat ze eruit heeft gezien. Nell Gwyn, hè, was de grote concurrente van haar. En Nell Gwyn, hè, is door Peter Lely meerdere keren geschilderd. We maken er nog een beetje ruzie over of dit inderdaad haar ook is. Over het algemeen wordt aangenomen dat dit inderdaad Nell Gwyn is. En dat Karel I haar zo heeft laten schilderen. En dit schijnt ook ergens in een paleis van hem gehangen te hebben. Maar goed, dit laat je niet publiekelijk hangen natuurlijk. Daar hing normaal altijd decent een landschapje overheen. En als je tot de intimi van Karel II behoorde, dan wilde hij nog eens een keer eventjes dat landschapje eraf tillen. En dan kon je van de maîtresse Nell Gwyn eventjes letterlijk tussen aanhalingstekens genieten. Die strijd overigens tussen hen, die Franse maîtresse en haar. Wat je ook van Nell Gwyn kan zeggen, hoor, ze was natuurlijk analfabeet, et cetera. Dat zegt niks, maar ze had wel ongelooflijk gevoel voor humor. En ze wist ook heel goed wat haar positie was. Ik bedoel, van de Engelse geschiedenis staat ook bol met allerlei leuke anekdotes van haar en over haar, van wat ze dan zeg maar meegemaakt heeft, of hoe dat ze heel scherp uit de hoek kan komen. Geef jullie even twee voorbeelden, hè, hoe dat ze haar positie zag. Ooit reed zij namelijk door de straten met haar koets van Londen. En daar ontstond vervolgens een opstootje rond de koets, omdat men namelijk vermoedde dat hier de Franse, Madame de Kedouaal, Louise, die u net
jullie net hebben gezien, zich in die koets bevond. En daar hadden over het algemeen de Londenaren een hartstochtelijke hekel aan. Dus daar ontstond een soort van opstootje waarbij zij vervolgens het hoofd uit het raampje stak van de koets en ze tegen zegt van, jongens, jullie hoef je niet druk te maken. Ik ben namelijk niet de Franse hoer van de koning, maar ik ben de Engelse hoer van de koning. Dus jullie kunnen me gewoon door laten rijden. En zo heeft zij ook later eens een keer, toen liep ze over straat en toen kwam ze een aantal arbeiders tegen die bijna met elkaar op de vuist gingen over het feit hoe dat je Nell Gwyn eigenlijk moest zien. Want de een die zei van ze is toch een echte actrice. En de ander zei van ze is de hoer van de koning. Dus die waren echt aan het vechten en hadden het werk aan de kant gelaten. En toen stapte Nell Gwyn op je af en zei van heren, jullie hoeven daar niet over te discussiëren. Ik ben de hoer van de koning. Jullie hebben wel belangrijke werk te doen. Goedemiddag. Dus toen liep zij dus gewoon weer door. Maar goed, zij duikt links en rechts natuurlijk op in allerlei portretten en schilderijen. En zoals ik al gezegd heb, Lady heeft haar meerdere keren vastgelegd. Ik heb nog even een paar van die schilderijen van meneer Lady genomen. Maar let even op, als je het één keer kent, herken je het elke keer weer. Elke keer weer diezelfde oogjes die je tegenkomt. Ook als je hiernaar kijkt, wederom elke keer dezelfde oog. De man kon echt schilderen, hoor ik. Stofuitdrukking natuurlijk naar de mode van zijn tijd. Daar zit het hem helemaal niet in. Ander mooi voorbeeld wat ik altijd dan geef in dit geval is dat beroemde verhaal van meneer Samuel Pepys. Ik zeg altijd, als je straks in deze zomer helemaal niks te doen hebt en je wilt eens een keer vrolijke dagboeken gaan lezen, moet je die van Samuel Pepys gaan lezen. De beste man heeft ladingen dagboeken nagelaten. Die leefde dus in deze tijd, ook rond 1666. Het mooie aan zijn dagboeken is namelijk dat hij zo, ronduit eerlijk is. Dus hij beschrijft alles, van het gaan naar het theater, naar problemen met zijn stoelgang, met luizen in het bed, wat hij overal links en rechts ziet. De man, nam geen blad voor de mond, van het was natuurlijk toch eigenlijk allemaal voor zijn eigen dagboeken. En wij hebben daar natuurlijk een grote schat aan informatie over. Ook goed dat hij bijvoorbeeld over de grote brand van Londen in 1666 schrijft. En over de rattenplaag die daarvoor is. Maar ook dit soort mensen als Nell Gwyn, die natuurlijk beschrijft in zijn dagboeken. En ik noem dat het heel vaak in deze periode het beroemde voorbeeld. Wat hij dan op een gegeven moment geeft, dat hij dan uitgenodigd wordt bij een of andere hertogin. Die heeft haar portret laten schilderen. En dan beschrijft hij vervolgens hoe dat portret eruit ziet. Dan heeft hij van een prachtige stofuitdrukking en een landschap en bla 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 bla. En dan zo. En dan een mooi bleek gelaat. En de laatste zin uiteindelijk van het hele verhaal. Overeenkomst met de hertogin? Geen enkele, zegt hij dan vervolgens. Dus de schilder heeft gewoon haar ongelooflijk geïdealiseerd weergegeven. En dat is een beetje het probleem waar je tegenaan loopt in deze tijd. Nog zo'n portret van Sir Peter Lady om aan te geven dat het gezellig was in het bed van Karel de Eerste. Dit is maîtresse nummer 3, in dit geval Mary Moll Davis. Zij werd helemaal gehaat links en rechts. En goed, ik heb hier ook even een citaat van Samuel Pepys letterlijk bijstaan. Hij noemt haar letterlijk the most impertinent slut in the world. Als je zo aangesproken wordt, dan weet je het wel. En dat soort dingen kom je over Nell Gwyn. Kom je dat niet tegen. Overigens, Karel de Eerste overleed voordat Nell Gwyn overleden is. En heeft toen op zijn sterfbed, aan zijn allerbeste vriend, laten beloven dat hij voor Nell Gwyn zou gaan zorgen. Dus dat ze niet tot de bedelstaf terecht zou gaan komen. En dat is dus ook niet gebeurd. Dus dat is niet het grote probleem. Goed, maar de wereld van de Engelse schilderkunst neemt eigenlijk pas een echte eerste begin met deze meneer. Zijn naam is William Hogarth. Geboren in 1697, gestorven in 1746. De eerste man waarvan je kunt zeggen dat hij ook min of meer geprobeerd heeft om een echte Engelse schilderstijl te ontwikkelen. En hij is ook de eerste schilder, hoort na Hilliard, die, in de grote kunstgeschiedenisboeken tegenkomt. En ronduit
terecht. De man had een scherpe blik op de wereld, had commentaar op de wereld, mag je rustig zeggen. En had ook wel weer de nodige zelfspot. Dat kun je hier ook heel mooi in dit portret eigenlijk terugvinden. He, want we hebben twee dingetjes er even over. Hij kijkt ons natuurlijk in dat medaillon of door dat medaillon eigenlijk aan. Beneden voor hem, daar ligt het schilderspalet. En daar staat een soort van een kleine S-vorm op, zoals het dan met een mooi woord heet. Die serpentinevorm, de slangvorm, zoals ze dan heten. Hij heeft hele beschrijvingen gedaan over het schoonheidsideaal. En die S-vorm, als je dingen in wat S-vormige dingen schildert, dat vond hij, en daar had hij ook wel gelijk in, hoor. Dat was dus de schone lijn, zoals het met een mooi woord heette. Maar wat ook typisch kenmerkend voor Hogarth is, is dat hij ons aankijkt vanuit dat medaillon en dat hij dan met opzet even die hond er op de voorgrond geschilderd heeft. En als je gaat vragen van wat heeft die hond nou in vredesnaam met hem te maken, nou, je kunt er van alles en nog wat bij bedenken. Maar één ding zit hier in ieder geval wel heel duidelijk in. Hij vond namelijk dat het blik in zijn ogen ongeveer dezelfde was als die van de hond op het schilderij. Dus hij vond zelf dus dat hij een beetje op die hond leek, tussen aanhalingstekens. Nou, als je zo met jezelf durft op te gaan, bedoel, als ik mijn kat hier die is nou zo zet en ik zou zeggen klein komt mijn kat. Nou ja, goed, dat geeft ook wel aan dat je wat relativeringsvermogen hebt. Het liefst was hij groot historisch stuk schilder geworden in de grote traditie. Maar dat is uiteindelijk niet gebeurd. Wat je ziet gebeuren is dat hij, omdat dat, ja, laten we zeggen, voor hem niet weggelegd lag, heeft hij zich met name eigenlijk veel meer op het genre verhalende schilderijen gericht. En krijgt hij ook in zijn leven een vrij grote hekel, tussen aanhalingstekens, met aan de kunsttraditie die zich op het continent afspeelt. Hij vindt gewoon dus dat Engeland zijn eigen stijl moet gaan ontwikkelen. Dus je moet niet kijken naar de wereld van de Renaissance, naar Raphaël en Michelangelo of naar Caravaggio. En je moet niet kijken wat er in Frankrijk gebeurt. Je moet wel helemaal niks doen met de academie, want het is dood in de pot, vindt hij, creatief gezien. En qua inspiratie en qua techniek, et cetera. Dus dat verwerpt hij eigenlijk allemaal. En wat je dus ziet gebeuren is dat hij uiteindelijk zijn eigen vorm van portretten gaat ontwikkelen. Maar waar hij veel meer voor de meeste mensen nog onbekend geworden is, is dat hij een soort van een genre schilderijen gaat maken met vaak tafereelen uit het dagelijkse leven, waarin hij aan de ene kant natuurlijk de wereld op de hak aan het nemen is, maar tegelijkertijd de wereld ook een spiegel voorhoudt en daarmee dus hen dus ook wil laten zien wat er fout is in deze wereld. Hij heeft bijvoorbeeld een hele beroemde print gemaakt, of twee prenten gemaakt, waarin hij het drankmisbruik wat in de 18e eeuw op komt zetten vanwege de komst van de sterke drank in Engeland aan de kaak stelt. De misstanden in het rechtssysteem komen bij hem voorbij zetten. Maar sowieso de hele cultuur zoals wij dat vandaag de dag kennen in die 18e eeuw en denken van ja, zo ging dat ook en dat levert natuurlijk niet altijd de beste dingen op. Dat leverde bij hem soms reeksen van schilderijen op. Ik heb eventjes deze genomen, hoe mariage à la mode. Het huwelijk volgens de mode van die tijd in 1743. Wat je dan moet voorstellen is dat hij dan een reeks schilderijen maakt. Als een soort van een stripverhaal zou je kunnen zeggen. Met een beschrijving erbij. Van die schilderijen zelf werd hij eigenlijk nooit echt rijk. Hier was niet het grote geld mee te verdienen. Maar dit soort schilderijen werd dan vervolgens omgezet in gravures en in prenten. En daar kon je dan vervolgens op intekenen. En daar werd dus het grote geld mee verdiend. Maar wat hij dus doet is dan zo'n verhaal vertellen. Vaak met een ongelooflijke knipoog erin. Dit is een huwelijk van in de mode. Maar eigenlijk geeft hij natuurlijk aan dat dit natuurlijk helemaal fout is wat hier gebeurt. Ik zal even heel kort beschrijven wat hier gebeurt. Je kunt natuurlijk veel meer dingen er nog uithalen. Dit is het beroemde verhaal van een oude adellijk geslacht wat op zwart zaad zit, tussen aanhalingstekens, en waar de verval toegeslagen is. En tegelijkertijd heb je een nieuwe opkomende rijke klasse die zich probeert in te trouwen in de wereld van de adel en zo aan een adellijke traditie te komen. Dus helemaal links zie je dus de jonge man uit, laat ik maar zeggen, een burgermilieu, heel simpel
tafel gezegd. Die gaat trouwen met de dame die naast hem op de bank zit. Maar je ziet het al wel. De beste man heeft geen enkele belangstelling voor zijn toekomstige bruid. Kijkt eigenlijk in de spiegel. En eigenlijk als je alle prenten naast elkaar legt. Want dan moet je namelijk spiegelbeelden gaan zien. Je zult straks dan wel gaan zien. Kijkt je dus vervolgens naar het volgende plaatje op de volgende bladzijde. Tussen aanhalingstekens. Dan weet je wel wat het over gaat. Maar dit is gewoon een ijdel man. Ijdele man hè, met zijn snuifdoos. En die kijkt in de spiegel. En goed, het feit dat hij een grote zwarte vlek in zijn nek heeft, is geen goed teken. Want meestal geeft Hogarth daarmee aan dat deze beste man aan de syfilis leidt. Dus dat hij van die zweren heeft. En dat stop je dan vervolgens weg door een mooi plakketje eroverheen te stoppen. Nou, de bruid, de dochter van de edelman, je ziet het al wel. Er staat niet echt te popelen om met deze beste man te trouwen. Ze speelt met haar trouwring in haar zakdoek, zou je kunnen zeggen. Terwijl de notaris of wat er ook mag zijn, eigenlijk al zoete broodjes met haar zit te bakken. Ze kijkt heel erg verveeld. Maar ja, waarom moet dat huwelijk? Nou, als je naar de rechterkant kijkt, dan zie je daar dus de adellijke oude heer. Die ook wijst op de lange stamboom van vroeger, hè, waar hij uiteindelijk van afkomstig is. Maar in werkelijkheid is dat adellijke huis aan verval aan alle kanten. De man loopt met een kruk, hè, heeft zijn voet in het verband. Op de achtergrond zie je dat het huis onafgemaakt is. Het zit nog in de stijgers, dus daar heeft hij het geld niet voor om nog te kunnen gaan betalen. Dus hè, om uit de financiële problemen te komen, huwt hij in dit geval zijn vrouw uit. Aan de man aan de linkerkant. En ja, wat speelt dan een grote rol natuurlijk? Dat is het geld en het huwelijkscontract wat daar op tafel komt te liggen. En dit is dan het eerste van een reeks van 6 schilderijen. Hoor ik, laat ze jullie niet allemaal zien. Maar ik pak nog wel even. Kijk, dit is dan de print. En dan moet je even voorstellen, hè, dat hij schildert dit dan met het idee van een print in zijn hoofd. En dan, hè, de man kijkt natuurlijk, hè, en zit nu aan de rechterkant van het plaatje. Snapt u? Hij kijkt dus nu aan de rechterkant. Dus hij kijkt nu aan de rechterkant in de spiegel. Maar als je dus een boek zou hebben met bladzijden, en dit zit dus aan de linker bladzijde, en op de rechter bladzijde heb je natuurlijk een andere plaatje zitten. Dan kijkt hij dus niet alleen in de spiegel, maar kijkt hij dus ook naar het andere plaatje. Nou, dat soort grapjes haalt Hogarth dus uit. Dus nou, dan gaan die twee trouwen en de dag na de bruiloft, hè, ziet het er dan ongeveer zo uit. Dus hè, dat is het verveeld onderuitgezakt. Vieren ze feest, het is één rommeltje intussen. Hè, nou goed, je kunt er van alles en nog wat bij gaan bedenken. En iedereen snapt natuurlijk al wel, dit huwelijk gaat uiteindelijk in 6, 7, 8 stappen van kwaad tot erger. Nou, dit soort platen waren razend populair in die tijd. Werden veelvuldig verkocht. En Hogarth heeft daar ook echt een grote naam mee gehad. Kijk, het lijkt een beetje op het Jan Steen-achtig fenomeen wat wij natuurlijk kennen. Hè, van die leuke, grappige voorstellingen. Maar bij hem zit er ook heel duidelijk een verhaal achter. En vaak zit er ook een soort van een boodschap achter die hij ons wil gaan vertellen. Nou, kijk, hier zie je hem dus alweer in spiegelbeeld weergegeven. Vaak is het zo, hoor, dat ik zelf vind dat als je naar de prenten gaat kijken en naar de gravures gaat kijken, die vaak nog duidelijker en scherper zijn qua afbeelding en dan wanneer dat je naar de oorspronkelijke schilderij kijkt. En bijvoorbeeld met die bediende die gapend daar op de achtergrond zijn pruik krabt. Nou, het zegt eigenlijk allemaal al wel meer als genoeg. Nou, zo heeft hij heel veel van dit soort reeksen gemaakt. Ook heeft er ook eentje over de 4 tijdstippen van de dag gemaakt. Die heb ik op de cursus nog nooit laten zien. Dus vandaar dat ik ze er nu eventjes bij gehaald heb. Ochtend, middag en avond. Kijk, wat je hier ziet. Dit is, de tekst is even weggevallen, maar het is de ochtend waar je hier naar kijkt. En links het schilderij, rechts de print die ervan van gemaakt is. Dit speelt zich af bij Covent Garden, als je de plek wilt gaan zoeken. Covent Garden was intussen in de tweede helft van de 17e eeuw de plek voor het theater geworden, wat het vandaag trouwens nog steeds is. De wereld van het uitgaansleven, met natuurlijk dat klassieke gebouw wat jullie aan de linkerkant of aan de rechterkant zien. Dat is natuurlijk niet het theater, maar dat is de oude, volgens mij de oude
Dat is de Sint-Pauls, de nieuwe Sint-Pauls. Ja, we hebben twee Sint-Pauls. We hebben de grote Sint-Pauls Cathedral van Christopher Wren. En dit is de kleine Sint-Pauls die zich bij Covent Garden bevindt. Maar wat je hier natuurlijk heel mooi kunt zien, is dat Covent Garden dus niet alleen een plek is waar je naar een theater gaat, maar laat ik maar zeggen, waar alles wat met theater te maken had, daar te vinden is. Tot aan prostitutie, et cetera, aan toe. Daar kan ik je hele verhalen over vertellen, over koffiehuizen die daar zitten. Maar goed, dat zal ik voor de beschaving van vanmiddag maar eventjes achterwege laten. Goed, kan je maar één ding noemen. Er bevond zich een koffiehuis tussen aanhalingstekens. Die was elke nacht open, dus die ging niet dicht. Dus die was razend populair. En heel vaak zag je dus dat gebouwen gesloten werden, omdat ze er op een gegeven moment natuurlijk aangeklaagd werden als zijnde een bordeel. Je kunt je daar wel iets mee voorstellen. Maar de eigenaar van dat optrekje, die hadden ervoor gezorgd dat er in het hele pand geen bed te vinden was. Dus dat de verwijzing naar een bordeel was daarmee onmogelijk. En daar kwam je dus ook in letterlijk alle lagen van de bevolking tegen. Er was trouwens wel een slaapplek in het huis. Dat bevond zich op zolder. Daar sliepen de eigenaar en de vrouw. Maar daar kon je alleen maar komen via een ladder. En die ladder werd altijd omhoog getrokken, zodat je daar als gast niet stiekem nog eventjes naartoe kon gaan. Goed, in Engeland van die tijd. En Hogarth schildert hen dan die vier tijdstippen van de dag. En schildert ze dan natuurlijk met leuke knipogen. Meestal zie je ook, hoor, dat dit soort prenten samengaat met beschrijving, hè, van wat hier plaatsvindt, of dat anderen uiteindelijk het beschrijven. En soms heb je dat ook helemaal niet nodig en heeft gewoon een goede verstaander aan een half woord genoeg. Geef je even hier één beroemd voorbeeld van, hè. Misschien dat je het zelf ook al wel gezien. Maar jullie zien hier prachtig dat echtpaar, en waarbij hij dat kind op de arm draagt. En zij zwaait natuurlijk met haar waaiertje zo ongeveer. En als je achter hen gaat kijken, daar is dus blijkbaar in de avond een boer bezig om een koe te melken. Alleen heeft Hogarth dat nu zo aangegeven dat dus die hoorns van de koe net boven het hoofd van de man uitsteken. En dat is dan het beroemde commentaar natuurlijk, hè, wat iedereen hier direct uit af kan leiden als je het begrip namelijk leest. Deze man met het kind op zijn arm is daarmee dus een hoorndrager, zoals het heet. Dus dat betekent dat hij daarmee een bedrogen echtgenoot is. Oftewel, het kind wat hij in zijn armen vasthoudt, waarvan hij denkt dat het van hem is, is helemaal niet van hem. Nou, dat soort leuke dingen kom je onder meer in Hogarth's schilderijen tegen. Leuke, anekdotisch verhalende dingen, maar natuurlijk niet in een grootse, geperfectioneerde stijl en ook niet waarin mensen natuurlijk geïdealiseerd weergegeven worden. Heel anders, hè, wat wij met de historiestukken in Frankrijk of in Italië gewend zijn. Goed, nou, nog even twee van die prenten. Als je dit soort dingen leuk vindt, ga maar googlen. Hogarth heeft ladingen van dit soort prachtige prenten gemaakt. Er is altijd wel weer wat te lachen en in te zien. Hier nog eentje van de avond en eentje van de nacht. Nou goed, ik ga er verder niets meer over zeggen. Met botsingen van koetsen en weet ik veel wat allemaal meer. En potten die leeg gegooid worden, laat het langs u heen komen. Het probleem echter, hè, wat je voor de Engelsen vooral ziet qua schilderkunst, is dat de wereld van het schilderen van historisch stukken in Engeland eigenlijk niet of nauwelijks van de grond komt in de 18e en eigenlijk ook deels in de 19e eeuw niet. Ja, waar zit hem dat in? Ja goed, een van de dingen die je heel duidelijk hebt, als je bijvoorbeeld naar de Engelsen gaat kijken, hè, naar die aristocratische families, als ze mooie historische stukken of grote schilderijen wilden hebben, hoe kwamen ze daar aan? Nou, die bestelden ze dan niet bij Engelse schilders. Maar heel vaak gingen hen dit soort Engelsen op grand tour naar Europa toe. Die maakten dan een rondreis naar Parijs en naar Florence en naar Rome. En die zagen dan vervolgens de wereld. En als ze dan iets nodig hadden om hun landhuisje op te frissen, bij wijze van spreken, en dan schilderden ze mooi, dan bestelden ze een mooi aangezicht van Venetië bij Canaletto, of een aangezicht van Rome bij
bij Panini, hè, ik noem maar eventjes wat voorbeelden. Of hè, als ze een mooie landschap wilden hebben, dan ineens ontdekten ze bij ons hè, de beroemde Albert Kuip. En dan werd dat gewoon op het continent gekocht. Maar over het algemeen zie je dus hè, dat Engelse schilders niet de gelegenheid krijgen om dit soort zeg maar verhalende, historisch stukachtige stukken te schilderen. Wat de Engelsen van hun eigen schilders over het algemeen vroegen, standaard is eigenlijk altijd de wereld van de portretschilderkunst. Want we hebben natuurlijk in Engeland nu te maken met de wereld van na 1688. En de koning heeft tussen aanhalingstekens stevig aan macht ingeboet. Het is met name de hoge aristocratie, de hoge adel, met hun fantastische ja, landhuizen, hun optrekken in Engeland, op het platteland, die grotendeels de dienst uitmaakt, die heel echt zelf bewust is, weet van hun macht, zowel hè, politiek als economisch zijnde. En die laten zich natuurlijk altijd vol trots door die Engelse schilders vervolgens vastleggen. En ja, intussen heb je daar geen euro of geen mensen van het continent meer nodig, maar heb je soms ook hun eigen meesters die dat kunnen doen. Nou, en een van de mannen die dan uiteindelijk dat ook zal gaan doen, en de wereld van het Engelse schilderkunst ook wel echt zou gaan opstuwen, is deze meneer geweest, Joshua Reynolds, geboren in 1723 en gestorven in 1792. Kijk, dit is een man die, we zullen straks nog wel gaan zien, echt tegenover William Hogarth komt te staan. Want hè, daar waar Hogarth niks moet hebben van de kunst van het continent en van die Grand Manor en het academische, zie je dat Joshua Reynolds precies het omgekeerde is. Dit is de man die eigenlijk graag grote historische stukken wil gaan schilderen. Dit is de man die de Engelse schilderkunst vooral wil laten aansluiten bij de continent, traditie van het continent, bij Frankrijk, bij Italië, noem maar op. En natuurlijk geldt dan de regel dat het verhalende schilderij natuurlijk het allerhoogste en het mooiste is wat je kunt maken. Dus in die zin heeft hij ook wel belangstelling en bewondering voor het werk van William Hogarth. Maar wat is het probleem met William Hogarth? Dat is het onderwerp wat hij schildert. Dit soort dagelijkse tafereelen. Kijk maar naar die mariage à la mode. Kijk maar naar die tafereelen van ochtend, middag. Dat kun je natuurlijk geen nobele historiestukken noemen. Dus Reynolds vond dat in basis eigenlijk helemaal niks. Maar hij heeft onder meer een hele belangrijke rol gespeeld in het feit dat hij aan de basis gestaan heeft van de oprichting van de Royal Academy in Engeland. Oftewel eigenlijk de academie. In Frankrijk kent natuurlijk al lang de Franse Academie voor de Kunsten. In Italië kom je al verschillende academies uiteindelijk tegen. Maar nu in 1768, relatief laat, zie je dus dat ook Engeland voor het eerst een academie gaat krijgen. Die dus bedoeld is, één, om, laat ik zeggen, op te leiden, dus zowel het publiek op te leiden, hè, om verstand te gaan krijgen van kunst en smaak te gaan ontwikkelen en noem maar op, maar tegelijkertijd natuurlijk ook als een soort van een school en een inspiratiebron te gaan functioneren voor hè, kunstenaars in Engeland zelf, die elkaar gaan ondersteunen en uiteindelijk het schilderkunst naar een hoger plan gaan tillen. Nou, Joshua Reynolds was de eerste president, zoals het dan heette. En toen het opgericht werd in 1768, bestond het uit 36 leden. We hebben daar een mooie schilderij van, die weliswaar van iets latere datum afkomstig is. Maar hij is wel heel grappig om te zien. Hier staan tussen aanhalingstekens alle oprichtende leden van de Royal Academy afgebeeld. Nou, wat moet je hiervan zeggen? Gewoon een paar hele belangrijke dingen. Het eerste wat ik altijd roep, dit is een hengstenbal. Het zijn allemaal mannen, wat je ziet. En dit is typisch de wereld van de academie, straks ook de wereld van de kunstacademie, zoals het werkt in die tijd. Want eigenlijk kijk je hier naar een soort van een atelier met mannelijke naaktmodellen en daaromheen. En eigenlijk zijn die naaktmodellen zijn natuurlijk het model waarna je leert tekenen en schilderen en beeldhouwen. Of je doet het op basis van gipsvoorbeelden die je bijvoorbeeld op de achtergrond ziet, in beeldvorm of in reliefvorm of in vaasvorm. Daar leer je dan tekenen en schilderen
Alles wat je moet kunnen om een groot kunstenaar te worden. Alleen, ja, dat kennen wij natuurlijk. Hè, het schilderen van naaktmodellen, mannelijke naaktmodellen, is dus ook alleen maar weggelegd voor mannen in dit geval. Maar bij de oprichting van de Engelse Academie waren er dus ook twee vrouwen actief. En die staan er dus niet op, tussen aanhalingstekens, in levende lijven. Maar als je rechts boven aan de wand kijkt, dan zie je dat daar hun portretten namelijk hangen. De ene is bij haar naam ben ik vergeten. Oh, ik moet even terug. Oh, dan ga ik toch terug. Ik probeer het elke keer weer. De ene, haar naam ben ik vergeten. Zij is ook niet zo'n spectaculaire schilderis, tussen aanhalingstekens. Maar alle chapeau hoort dat ze dat gedaan heeft. Maar zij was met name zo'n bloemstuk schilder. Dus het her, zoals je dat vaak bij vrouwen tegenkomt. De andere is veel belangrijker. Dat is namelijk Angelika Kaufmann geweest. En Angelika Kaufmann is echt een van de grote schilderessen, vrouwelijke schilderessen, maar überhaupt grote schilderessen in dit tijdvak. Maar daar ga je weer, haar naam zegt het al wel, Angelika kwam. Voor zover ik weet kwam Angelika Kaufmann uit Zwitserland, Zuid-Tirol, zo ongeveer daar vandaan. Maar heeft uiteindelijk een grote carrière gehad in Engeland, waar ze onder meer ook die landhuizen gedecoreerd heeft, soms met mooie historisch stuk-achtige dingen. Weer heel opmerkelijk dat zo iemand uit vanaf het continent moet komen en niet vanuit Engeland zelf. En wrang hierbij is natuurlijk het volgende. Hier begint de Engelse Academie. Dit is een mannenfeestje tussen aanhalingstekens. Nou, niet tussen aanhalingstekens, dat is het ook wel bijna grotendeels. Maar hoe werkt het straks in de toekomst? Wanneer kun je toetreden tot de Koninklijke Academie in Engeland? Nou, dat kun je dus als je dus door de leden verkozen wordt om toegelaten te worden. Nou, iedereen voelt hem al wel aankomen. Dit zijn 36 mannen en 2 vrouwen. Dus als in de toekomst weer een nieuw lid aangekomen, hoe grote kans heb je dat je als vrouw toegelaten wordt? Nou, dat was dus 0,00000 zo ongeveer. En dat heeft er dus geleid dat bij de oprichting van de Koninklijke Academie 2 vrouwen lid waren van de academie. En dat het daarna 150 jaar geduurd heeft voordat er weer opnieuw een vrouw weer lid werd van de academie. Zegt ook iets over de 19e eeuwse, hoe zal ik het zeggen, seksistische maatschappij van Engeland, maar überhaupt natuurlijk in Europa en in het tijdvak. Goed, nou, dit zijn de 2 tegenover elkaar, even in een rijtje. Ach, laat het anders gaan nu voorbij schuiven. Nee, maar Hogarth was iemand die niks van de academie wilde hebben, wilde een eigen nationale kunst, vond dus dat je de wereld van het continent niet als voorbeeld moest gaan nemen. Reynolds daarentegen, is juist de oprichter van de academie, vond dus dat je juist aan moet sluiten bij de internationale trenden. En vond dus dat je met name moest kijken naar voorstellingen van wat we als de grote klassieke meesters uiteindelijk zijn gaan zien. Alleen Reynolds liep eigenlijk tegen één groot probleem aan. Eigenlijk vond Reynolds, natuurlijk volgens de academische traditie, dat er een rangorde is. Hij heeft ook hele discoursen geschreven over schilderkunst en de indelingen, wat beter was en hoe dat het wel moest. En punt natuurlijk is, in die rangorde, de meeste van jullie kennen dat intussen al wel. Het hoogste staat altijd schildervorm waarin mensen te zien zijn. En het liefst dan natuurlijk het allerhoogste historisch stuk, want dan schilder je mensen in, dan schilder je een verhaal in en al die andere dingen ook. Dus op het tweede niveau stond er een portret en dan rommelde daar vervolgens de rest achteraan. En dieren is dan ook nog weer moeilijk. Landschap wordt dan weer makkelijker. Stilleven wordt dan nog weer makkelijker. Maar goed, waar heel veel schilders gewoon last van hadden, en dat had in dit geval Joshua Reynolds ook, is dat er voor de wereld van een historisch stuk natuurlijk bijna geen markt was. Dus je ziet dat zijn carrière grotendeels toch bestaat uit het schilderen van portretten. En dat doet hij ook zeer vaardig, hoor. Dat kan hij ook heel erg goed. Maar hij haalt straks een prachtig trucje uit.
Want hè, die prachtige portretten, die trouwens van die zelfbewuste generatie, ik zal er straks nog iets meer over gaan zeggen, hè, die gaat schilderen. Ja, dan kom je natuurlijk met het punt van, kijk, dit is vrij makkelijk, zegt Joshua Reynolds. En dit is Captain the Honorable August Keppel, hij heeft hem trouwens meerdere keren geschilderd. Deze man heeft carrière gemaakt. Hè. Deze man is naar zee geweest, deze man heeft gevochten in de oorlog. Kortom, hè, als ik deze man wil portretteren, dan kan ik hem schilderen in een context die iets over hem zegt. Dus ik kan hem zijn uniform aantrekken, ik doe zijn zwaard om, met die golven op de achtergrond, hè, dan misschien met een schipbreuk of weet ik veel nog wat. En dan vertel ik wie dat die beste man is. Maar het grote punt natuurlijk is, als ik het over vrouwen ga hebben en ik moet een vrouwenportret schilderen, ja, wat moet ik dan doen? Moet ik haar punnikend weergeven? Of met een borduurwerkje in de hand? Of weet ik veel nog wat? Nou, dat is toch helemaal niks. En daar zie je dus de mooie truc van Joshua Reynolds. Joshua Reynolds wil dus eigenlijk het liefst historiestukken schilderen. Hè, maar over mythische verhalen en bijbelse tafereelen en weet ik veel nog wat. En die is dan gedoemd om bijvoorbeeld allemaal dames te schilderen. En wat doet hij dan? Dan combineert hij dus gewoon die twee. Dus wat Joshua Reynolds vervolgens doet, die schildert dus vervolgens zijn adellijke dames, zijn opdrachtgevers, in een zogenaamde zelfverzonnen historiestuk. In een soort van een klassieke omgeving. Ik heb ook begrepen dat hij in zijn atelier tussen aanhalingstekens een hele verkleedkist erop nahield. Waarin je dus op een gegeven moment, nou, laat ik zeggen, een zogenaamd historisch pakje aan kon trekken met allerlei attributen. En dan werd je dus vervolgens, zoals hier, hè, deze lady scène, Bunbury, wordt hier afgeschilderd alsof ze een of andere priesteres is in de oude. Nou, kunt u de koek van bakken? Het kan Grieks zijn, het kan Romeins zijn, weet ik veel nog wat. Wordt zij daar weergegeven? En zo vertelt je dus ineens een verhaal waarin zij dus centraal afgebeeld is. Wat het ook vaak oplevert, hoor, wat ook een van de grote kritieken is die je heel vaak hoort op de schilderijen van Joshua Reynolds. He, omdat hij ze zo, laat ik zeggen, klassiek verhalen gaat maken, is dat je ook heel vaak van de kleding die de dames aan hebben, dat je daar geen koek van kunt bakken. En met koek van kunt bakken bedoel ik dus dat je dus niet kunt zeggen wat voor stof dat het is. Het heeft niet een dusdanig goede stofuitdrukking dat je kunt zeggen van, nou, zou ze nou een katoen aan hebben? Of heeft ze een dun wolletje aan? Of heeft ze linnen aan? Of is het zijde? Nou, degene die het weet mag het in principe zeggen. Maar dit is hetgeen wat Joshua Reynolds doet, en diverse keren. Nou goed, wederom op die theatertraditie aansluitend. Hè, intussen hebben wij, maar dat had je bij Hogarth ook al wel, beroemde acteurs gekregen en beroemde actrices gekregen. Nou, dit is een van de grote beroemde actrices uit de eind van de 18e eeuw. Sarah Siddons was haar naam. En ook, Joshua Reynolds heeft haar geportretteerd en die laat haar dan niet in eigentijdse kleding aanschuiven, maar zet hier haar op vervolgens in een soort van een troon neer met wat onbepaalde kleding, met wat parels om de nek. En dan is zij ineens de wereld van de tragische muzes die je hier tegenkomt. En onder haar voeten, daar heb je dan een soort van wolkenhemel en misschien zit er nog wel een hele wereld onder. En kortom, dit is niet een normaal zittend portret als wat je normaal tegenkomt. Of, als je dan anders een portret gaat maken van mannen en wat hier bijvoorbeeld gebeurt, dan laat je dat vervolgens vol actie zien. Hier Colonel Eklund en Lord Sidney, twee fervente jagers, maar blijkbaar op de klassieke manier met pijl en boog. En daar maakt hij dan vervolgens niet een gewone portret van, maar dan maakt hij eigenlijk bijna een actieschilderij van. Hè, met de beide heren, met de pijlenboog in aanslag. En hun tussen aanhalingstekens trofeeën liggen dan vervolgens aan hun voeten. Want daar zie je dus een ree of een hert liggen en je ziet daar allerlei vogels liggen. En het zijn twee echte mannetjesputters, mag je rustig zeggen, als je hier naar kijkt. Joshua Reynolds, de man die hen graag wilde dat je grote historiestukken als uitgangspunt. Nou, maar hij vond wel dat je historiestukken hem met zijn geïdealiseerd weer moest geven, dat het moest komen uit de klassieke oudheid, uit de Bijbelse geschiedenis, uit de mythologie. Maar je ziet natuurlijk dat daar druk op uitgeoefend wordt.
En hè, als Joshua Reynolds het veld ruimt tussen aanhalingstekens en hij een opvolger krijgt, dan zie je ook dat, dat strikte idee waar een historisch stuk aan moet gaan voldoen, tussen aanhalingstekens, dat gaat schuiven, dat gaat uitrekken. Deze meneer wordt de nieuwe directeur van de academie. Benjamin West is zijn naam, hè, oorspronkelijk uit Amerika afkomstig. Daar is hij geboren in Springfield in Pennsylvania. Maar zijn grootste deel van zijn leven heeft hij in Londen doorgebracht. Dus ook in St. Paul's begraven. En wat hij dus doet is bijvoorbeeld de mogelijkheden van het historisch stuk oprekken. En dat kun je dus heel mooi zien als je naar dit schilderij gaat kijken. Hè, van Benjamin West uit 1771. Dat met een mooi woord heet De Dood van Generaal Wolfe. Normaal zijn we namelijk altijd bij historisch stukken gewend, dus dat het in de historie afspeelt. Hè, of dat het een bijbelse historie is, of een godenhistorie is, of een mythologische historie is, of dat het zich ergens in de klassieke oudheid of in een verre middeleeuwen afspeelt, of weet ik veel nog wat. Een historisch stuk gaat in basis, hè, in de 18e eeuw volgens de regels, niet over de eigen tijd. En daar zie je dus, hè, dat Benjamin West hier al de dingen aan het oprekken is. Want wat hij namelijk doet, is een gebeurtenis schilderen die zich ten tijde van zijn eigen leven afgespeeld heeft. Hè, dit is wat we dan met een mooi woord noemen contemporain of eigentijds. Maar hij behandelt het onderwerp vervolgens op zo'n manier, hè, als ware het een historisch stuk in die grote klassieke traditie. En daar heeft het natuurlijk ook allerlei verwijzingen naar. Generaal Wolfe, dit speelt zich af tijdens de Amerikaanse onafhankelijkheidsoorlog, als ik het goed heb. Historisch, qua correctheid, klopt hier geen fluit van, moet ik eerlijk toegeven. Wat ik begrepen heb, is dat generaal Wolfe keurig netjes, dat hij ergens onder een boom gestorven is. Nou, er is hier geen boom op het schilderij bijna terug te vinden. Maar wat je hier natuurlijk prachtig in ziet, hè, in dat historisch stuk verhalende schilderen, hè, dat hij de manier zoals hij hier in elkaar gezakt zit, omringd wordt door de rest, hè, met de Engelse vlag op de achtergrond. Kijk, hier neemt generaal Wolfe de pose aan van een Christus die net van het kruis gekomen is. En je zou bijna kunnen zeggen, zoals Christus voor de mensheid gestorven is aan het kruis, zo sterft hier generaal Wolfe voor het Engelse vaderland met, nou, ik zou bijna zeggen, de 11 discipelen eromheen. En met een mooie verwijzing natuurlijk naar de voorgrond van de Indiaan die je daar aantreft. Hè, wat een mooi voorbeeld is van wat we dan de nobele wilde noemen. En met het werk van Benjamin West zie je dus dat het onderwerp range van wat je mag schilderen ook in de academische traditie groter en breder wordt dan wat het voor die tijd was. Kan ik nog? Ja, nou goed. Raak niet in paniek. Ik ga de verkeerde kant op. Ik moet even terug. Druk op de verkeerde knop. Nou, deze meneer moet ik ook nog even snel. Thomas Gainsborough. Ja, je moet hem eventjes noemen. De grote, beroemde schilder. Geboren in 1727, 1788. Hij is ook een groot portretschilder. Maar hier zie je typisch ook dat Engelse fenomeen weer terugkeren. Want als je diep in Gainsborough's ogen had gekeken en had je hem gevraagd, wat wil je eigenlijk het liefst schilderen? Dan had hij gezegd landschappen. Eigenlijk wilde hij het liefst landschappen schilderen. Maar daar was gewoon geen droog brood mee te verdienen. Stond dus ook niet hoog in aanzien. Dus waar kom je uiteindelijk op uit? Ja, waar is het geld te verdienen in Engeland? Dat is met het schilderen van portretten. En daar is hij natuurlijk ook heel bekend en beroemd om geworden. En in die portretten van hem, hè, in die schilderijen, deze van Mr. en Mrs. Roberts Andrews is daar, zijn allerberoemdste, denk ik, hoor, voor de meeste mensen. Daar zie je ook typisch, hè, wat die 18e eeuwse Engelse aristocratie vermag te voldoen. Die laten zich vol trots afbeelden. Ja, hij hier met zijn jachthond en zijn geweer onder de arm.
zitten zij trots, hè, als klasse zijnde. En naast hem schildert dan vervolgens Gainsborough hun landerijen met de korenschoven op het land. En kijk eens wat van ons is. Vervolgens, hè, op de verte die schapen die daarachter lopen te grazen. Je krijgt een uitzicht in de verte. En tussen de bomen door, hè, achter het hekje, daar zie je dan nog de torenspits. Waarbij je dus niet verbaasd over moet zijn. En dat wat in destijds natuurlijk gebeurde, eigenlijk de adellijke heer ook nog het hele dorp in zijn bezit had, was het dan niet letterlijk dan wel, ja, grotendeels door de invloed die hij uit kon oefenen. En dit is typisch de wereld van de 18e eeuwse, welbewuste, aristocratische, landbezittende, rijke, politiek invloedrijke klasse. En die schildert Gainsborough dus vervolgens ook. Net zoals dat Joshua Reynolds doet. Maar hij schildert ze natuurlijk steeds in hun eigen, ja, habitat. Met hun eigen kleding. En dat moet ik wel zeggen, ook met een typisch heel eigen stijl. Zeker als je die latere Joshua Reynolds van hem, of de soort latere schilderijen van Gainsborough ziet. En met die ongelooflijke prachtige losse penseelvoering. En de lichtbehandeling die je daarin aantreft. Ja, dan weet je eigenlijk van, oké, nou, als je dit ziet, oh, dat is vast en zeker een Gainsborough. Je kunt het aan de manier van schilderen vinden of zien. Hè, maar goed, trots zijn ze hierop weer gegeven. Dus dat doet hij elke keer weer. En ook hier met dit beroemde schilderij wat de Blue Boy heet. Natuurlijk, hij zit in de Engelse traditie. Als je wederom niet weet wat je de rest van de week moet gaan doen, moet je hem eventjes gaan nazoeken. Maar deze Blue Boy is in basis weer een citaat van een beroemd schilderij van Anthony van Dijk. Dus hij kende ook zijn klassieken. En daar heeft hij hier min of meer zijn eigen invulling aan gegeven. Maar het is altijd grappig om dit bijvoorbeeld te kijken. Want dit is bijvoorbeeld het beroemde portret wat hij in 1785 van Sarah Siddons heeft geschilderd. En als het goed is, gaan er nu belletjes bij u rinkelen. Want dan denk ik van, hey, ben ik die niet al eerder tegengekomen? Ja, klopt. Want Joshua Reynolds heeft Sarah Siddons ook geschilderd. Maar hier zie je, hè, hoe dat Gainsborough dat doet. Haar in eigentijdse kleding, vol trots zittend, hè, op de stoel. Nou, ik heb ze eventjes naast elkaar gezet. Rechts zie je dan nog eens een keer hoe dat Joshua Reynolds dat doet. En Joshua Reynolds maakt er een verhaal van. Joshua Reynolds maakt er iets onbestemds van waar het over gaat. Misschien wel mooier nog aansluitend, hoor, bij de toneeltraditie waar ze vandaan komt. Hè, maar bij de linker, hè, zie je hoe dat Gainsborough haar vooral als een eigentijdse, trotse dame portretteert. Zittend op een stoel, hè, gehuld in bont, een mooie hoed op, kleden aan, mooie waarschijnlijk gordijn of doek op de achtergrond. En vertelt vervolgens in zijn schilderij geen verhaal. Goed, kunnen jullie het nog? Ja, nou goed, nog even vlak voor de these ongeveer. Joseph Wright of Derby is een ander verhaal. Joseph Wright of Derby heb ik er ook met opzet bij gestopt, omdat het ook zo'n grote Engelse schilder is. Maar Joseph Wright of Derby schildert natuurlijk deels in de academische traditie. Maar Joseph Wright of Derby is vooral een weergave van die ontwikkeling die je ook in Engeland tegenkomt. En dan moet je aan twee dingen denken. Het eerste waar je aan moet denken is de ontwikkeling van de wetenschap in de tijd en de wereld van experimenten en wat het allemaal met zich mee gaat brengen. Dus dat zie je hier, hè, ook het idee wat wij later kennen bij de maatschappij van nut van het algemeen, hè, bij de opvoeding van het volk. En dit is zo'n tussen aanhalingstekens populair experiment, hè, waarbij je dus het gewone volk probeert op te voeden en te onderrichten van, hè, hoe dat de natuur in elkaar zit. En het is dat beroemde verhaal van die vacuumpomp. En boven in die glazen bol, zou ik zeggen, daar zit een vogeltje. Daar is de lucht uitgepompt. Omdat er dus geen lucht meer in zit, is dat vogeltje buiten Westen geraakt. En dus daar wordt een demonstratie gegeven hoe dat het dan zit met lucht en vacuüm en dat soort zaken meer. Het meisje op het midden van een schilderij vindt het zielig.
Die is half in huilen uitgebarsten. Ja, maar papa wijst in dit geval al omhoog. Van let maar op, het valt wel mee. Want het dekseltje wordt namelijk weer opgetild. En dan komt er weer lucht in het bol. En dan zal straks het vogeltje weer bij zijn bewustzijn komen. En dan kan hij weer rechtsboven in zijn kooitje worden opgesloten. Maar dit soort ideeën dat je de voortgang van de uitkomst van de wetenschappelijke revolutie. Denk aan Newton, denk aan de ontwikkeling van de stoommachine. Denk aan de inzichten die we langs op scheikunde en natuurkunde gaan krijgen. Die populariserend uitgedragen worden. Is heel duidelijk een thema in het werk van Wright of Derby. En niet voor niks zie je daar ook dat donker licht, dat clair obscuur, dat chiaroscuro effect, wat wij natuurlijk van Rembrandt kennen en wat we van Caravaggio kennen, hier ook terug. Het is een soort van een licht, het wetenschappelijke licht in de duisternis. Met twee mooie lichtbronnen natuurlijk. Die een die zien we niet en de ander is de maan op de achtergrond. Maar goed, Wright of Derby was lid van de Lunar Society, van de maangezelschap, dus dat zegt al wat meer als terug. En het andere thema, wat je dus ook bijvoorbeeld in zijn werken tegenkomt, is dit. Dit is de opkomst van de industriële revolutie. Dit zijn de eerste, laat ik maar zeggen, barenzweeën, zo mag je dat rustig uitdrukken, van de mechanisering die langzaam maar zeker plaats gaat vinden. Hier is nog sprake van waterkracht in een smederij, waardoor die voorhamer aangedreven wordt, zodat je beter kunt gaan werken. Maar een stap verder komt straks een stoommachine en krijg je dus dat Engeland een industriële natie gaat worden. En dat kom je niet tegen in de werken van Reynolds, en dat kom je ook niet tegen in de werken van Gainsborough. Maar speelt zich natuurlijk wel af in Engeland in deze dagen. Kunnen jullie er nog tegen? Nou goed, deze doe ik dan nog even. Dan gaan we daarna echt naar de thee toe in dit geval. Thomas Lawrence neemt het stokje van Benjamin West over. Wat moet ik van hem zeggen? Nou goed, vaardig portretschilder. Belangrijkste bij hem, geboren 1769, gestorven 1830. Aanvoerder van de academie. Hij is ook wederom een van die hele grote portretschilders. Nou, wat je met name in zijn schilderijen terugvindt, vind ik, maar ik ben niet de enige hoor, is die, hoe zou ik het zeggen, trots van deze groep. Die welbewuste, zichzelf laten portretterende, machthebbende klasse en groep in Engeland, die zich vaak trouwens in een ruig landschap of in een omgeving van de natuur laat afbeelden. Vaak een beetje schuin uit het beeld kijkt, rechtop, een beetje lange nek, dus een beetje trots hoofd zit daar vervolgens op. Want die Engelsen die hebben echt het idee van wij als regerende klasse maken nu de dienst uit. Lodewijk de 14e is intussen al lang voorbij. Wij hebben onze eigen tuinen ontwikkeld met de Engelse landschapstuin. En dit is 1825. Wij hebben zelfs Napoleon op de knieën gekregen. Kortom, wij zijn de zeevarende natie. Wij zijn het land van de industriële revolutie. Vlak ons niet uit. En dat is hetgeen wat je constant eigenlijk bijna in al die prachtige portretten van hem terug ziet keren. Met name, ik zou bijna willen zeggen, ogen waarin je hele verhalen kunt lezen. Vaak van die hele sterke lichtpuntjes erin. En die altijd heel erg sterk zijn. En hier kijkt de grote hertog Wellington, de winnaar van tussen, nou ja goed, een van de winnaars van de slag bij Waterloo, ons zeer bewust aan. Maar ook bij hem is vooral de wereld van een portret schilderkunst, zou hij de volgende nog doen. Hij is een heel belangrijk onderdeel. Ook hier weer portretten. Het liefst schildert hij vaak mensen en vooral ook vrouwen in dit geval in een natuurlijke omgeving, ruige landschappen, een tuin, bomen, et cetera, bloemen. Dat is hetgeen wat wat je vaak in zijn werken tegenkomt. En geloof mij, hij is geen kleine jongen hoor, als je naar zijn schilderwerk gaat kijken. Ben ik er nou de laatste nog even, en omdat we hem allemaal kennen, denk ik dan maar weer het beroemde portret van Lawrence van Sir Walter Scott. Op 1,61 meter bij 1,32 meter. Scott kennen jullie ongetwijfeld allemaal intussen van de beroemde romans. En dan moet je aan Ivanhoe denken, aan de Waverly-romans. Maar er zijn natuurlijk veel meer van die geschreven heeft. Wel bewust wederom, hier zittend
met zijn penseel in de hand. Welbewust uit het schilderij kijkend, wat schuin omhoog. Ja, het is deze man weet wat hij waard is, zou je kunnen zeggen.